Dennis, gefeliciteerd. Weer een titel in Zwolle. Fantastisch, hè? En met overmacht, hè? Ja, dik overmacht. We wisten van tevoren wat we konden verwachten. Liqueurs moest alles doen om ons te verslaan. En dat deden ze in de eerste set. En we stonden 4 punten achter, zoiets. Maar dat is wel weer onze kwaliteit om goed terug te komen en kopje erbij te houden. En Rebot zei ook aan het begin van elke set van wat kan Liqueurs nou doen om ons vast te zitten. En dat is gewoon weer volle bak gaan. En dat deden ze, maar wij gingen net tot volle. Ze leggen zichzelf die druk op en die druk kunnen ze niet aan. Is dat ook het verhaal? Dat zou kunnen. Ze hebben rake uitspraken gedaan in de media. En niemand van ons heeft daar eigenlijk op gereageerd in de media. Ik denk dat sportieve antwoorden hierop het mooiste is. Ja, want jullie waren echt de baas. Wij waren de baas en het hele seizoen eigenlijk al. Ja, bijzonder hè, dit soort seizoenen met zoveel overmacht. Ja, dat is waanzinnig. En zeker met ongeveer 8 nieuwe jongens in het team. En we wisten van tevoren, tenminste had ik met Redbad gesproken, van elke finale die hij heeft gezeten, heeft hij gewonnen. Maar dat het zo duidelijk zou zijn, gewoon 3 wedstrijden winnen achter elkaar, ja, dat is ongelooflijk. Nou, 3 dagen rust en dan Nederlands team, hè? Of toch nog wat anders? We gaan eerst vanavond even lekker vieren. Daar hoef ik nog niet aan het Nederlands team te denken. Maar dat zal in de loop van de komende week komen, ja. Hoe gaan jullie het vieren? Eerst lekker de kleedkamer in met familie en vrienden. En volgens mij is Koningsnacht vanavond, dus dat komt goed uit. Duurt er lang, denk ik, hè? Ik denk dat het een lange nacht gaat worden, ja. Heb je oranje sjaaltjes? Nee, die heb ik niet, maar die ga ik misschien wel ergens scoren. Zeggen, mensen van de Nefobo zitten hier heel dicht in de buurt, dus misschien hebben die nog wel wat meegenomen. Misschien ook wel wat mee kan nemen, inderdaad. Dat zou mooi zijn. Dankjewel, jongen. Wouter.